Ja, Dick Lukien, vorig jaar won je 2 keer van FC Groningen en dit seizoen verlies je 2 keer van FC Groningen. Ja, en daar waar ik in naar die eerste wedstrijd op de Meerdijk nog vond dat dat minimaal een gelijkspel had moeten zijn, ja, moet ik nu gewoon ruidelijk erkennen dat dit een meer dan verdiende overwinning was voor FC Groningen. Hoe kan dat, dat jullie zo slecht presteren vandaag? Nou ja, dan moet je naar jezelf kijken. We waren niet comfortabel aan de bal, wisten dat Groningen hoog druk wilde zetten, daar hadden we een plannetje op bedacht. Ik vond dat we te traag in formatie kwamen, ik vond dat we heel slordig waren in balbezit. Dus daar hebben we zelf een aantal dingen niet goed genoeg gedaan. Maar ik vind ook altijd dat je naar je tegenstander moet kijken. Groningen legde heel veel energie in de wedstrijd. En goede drukmomenten met Sierhuis en met Asoro. Zijkanten goed druk. Dus ja, wij konden niet ons eigen spel spelen. En dat zit voor een gedeelte bij jezelf, maar ook voor een gedeelte bij je tegenstander. Eigenlijk, als je goed bekijkt, is het een wonder dat er met rust nog 0-0 staat, denk ik. Nou, dat heb ik zo gezegd in de pauze. Kunst en Vliegwerk die 0-0 gehaald. Waarom dan miste nog een open kans? Maar dan weet je eigenlijk ook dat, ik heb ze gezegd van ja, weet je, dan is het ook heel moeilijk voor Groningen om nog 2 keer, of de tweede helft, dusdanig gaan vast te plakken als die eerste helft. Dus je weet dat des te langer het 0-0 is, des te meer het tempo gaat zakken, des te meer kansen wij zullen krijgen. Nou ja, en dat logisch straf zich door in de eerste minuut een vrije voorzet te laten spelen vanaf hun rechterkant en ook voor de goal niet goed genoeg te dekken. Ja, dan help je Groningen in het zadel. En we zijn daarna, vind ik, niet meer in de wedstrijd gekomen behoudens. Ergens rond de 80ste minuut, toen we drie goede kansen achter elkaar kregen. Maar het heeft er eigenlijk niet in gezeten. Nee, maar als je goed bekijkt, normaal gesproken met jullie, Glenn Bell is een man die alleen maar naar voren rent. De eerste helft heb je hem niet gezien. Dat is ook de kwaliteit van Groningen, van Alan Koerdi, denk ik. Ja, maar dat, volgens mij gaf ik dat net ook aan. Hè. Kijk, Glenn kan veel beter. Glenn heeft niet heel veel aanvallend kunnen betekenen. Maar dat heeft ook te maken met het feit hoe wij in het middenveld hebben gespeeld. Sergio Peña was heel onrustig aan de bal. Kijk, Glenn moet ook worden bediend. En dat zat er niet in vandaag. Dus ja, nogmaals, wij kunnen beter. Alleen ook de complimenten aan onze tegenstander. Na de 1-0 verwacht je dat jullie meer zullen komen. Maar dat kwam er ook niet echt van. Jullie hadden wel meer balbezit op een gegeven moment. Maar echte kansen creëerden jullie op dat moment niet. Nee, wat ik zeg. We hebben tot aan de 80ste minuut zijn we eigenlijk niet op 20 meter van hun goal geweest. In die 82ste minuut hadden wij wel 3 echt goede kansen met Endeleeuw en Arias en Ugrinis heel kort achter elkaar. Als je daar de aansluiting maakt, weet je dat het nog een hectische slotfase gaat worden. Alleen ja, dat mocht niet zo zijn. Dan heeft Groningen een goede keeper in de goal staan, mag je er zo zeggen dan? Ja, nee, maar dat weet ik ook. Sergio is een topkeeper. En die pakt die bal van Ugrinis. Dat is een vrije schietkans vanaf 11 meter. Die pakt hij alsof het hem geen moeite kost. Maar goed, dat weet ik ook. Maar ook een compliment naar het centrale duo van Groningen. Weet je, ze houden niet voor niks de nul. Al heel veel wedstrijden. Het is gewoon kwaliteit. De 2-0 is de genadeklap voor jullie, denk ik. Nou ja, als je die 2-1 maakt aan het eind, kan er nog iets gebeuren. Maar, dat was vorig jaar zo, hè? Ja, maar je weet dat die 2-0, ja, weet je, dan is het wel heel lastig om die wedstrijd nog om te draaien. Alleen probeer als trainer wel daarin te blijven geloven. En ik wil ook een ploeg zien die dat blijft doen. Maar daar heb ik te weinig gezien. Iedereen spreekt heel veel over Emmen en uitsyndroom. Ja, hoe kijk je er nu naar dan? Nou ja, je kunt er niet omheen dat we uit veel minder punten pakken dan thuis. Maar het zit bij mij veel meer in dat wij iedere keer ons ding moeten doen. Dus wij zijn niet in staat om 2 weken achter elkaar goed te voetballen. Ja, dan sta je waar je staat en kom je ook nooit echt uit die gevarenzone. En dat vind ik echt een belangrijk verbeterpunt. Maar wij hebben goede spelers, we hebben een goede spelopvatting. Alleen, het is nog te wisselvallig. En dat zit voor mij niet zozeer in uit en thuis. Alhoewel je dat wel in de punten ziet. Maar het zit met name in je kopie iedere keer bereid zijn. Beseffen wat het vraagt om een prestatie te leveren. Maar Emmen heeft een te goede ploeg om echt in gevaar te komen, denk ik. Dat denk ik ook. Ik denk ook dat we een stabieler seizoen gaan maken dan het afgelopen seizoen. Alleen je moet uit wel af en toe een wedstrijd winnen. Want ik hoorde het Antoine van der Linden bij jouw collega's zeggen in de podcast van Drenthe. Kijk, als je iedere keer thuis het erop aan laat komen, ja, dan kan dat ook een keer misgaan. En dat moet je voorkomen. En dat gaan we doen ook. Daar hoef je ook niet bang voor te zijn. Ondanks alles toch hele fijne dagen gewenst. Wens ik jou ook, Wouter. En Kevin ook, je zoon. En de rest van de kijkers ook. Even de batterij opladen en geniet van je familie. Dankjewel, jongen. Top gedaan, man. Ja, nou, we proberen niet te hoog druk te zetten, hoor. Dat ligt ook wel aardig. Maar ja, dus in de uitwedstrijd ben je wat minder vaak in de dominant. En ja, dan moet je het hebben van 1 klein kansje naar de wedstrijd. Ja. Wat schrijf je? Ja, het is moeilijk om cijfers te geven en om een stem op te doen. Ik ben tevreden over hoe ik ben teruggekomen naar dat ik